Equipment. Speciaalzaak voor al uw zwaar materieel, onderdelen van alle merken en modellen. Nu uit voorraad leverbaar, hydraulische pompen en onderdelen, swingmotoren en onderdelen, trekkettingen en werkstukken, final drives en onderdelen, maar ook complete machines en overhaulkits. Sprockets, startermotoren, alternators, graafbakken en buckettanden. Weir Equipment heeft ook bushings in verschillende maten en afmetingen, bucketpennen, seals en sealskits, kransen, hoses, gereedschappen, oilcoolers, cilinders. Onderhoud is behoud. Kies voor de specialist. Weir Equipment, David Simonstraat, nummer 131, telefoon 551859. 551860. En het alles gebeurt in. Welkom kijkers, welkom Edgar Boegroe Burgos. Oké dan. Boegroe. Ja. Ga direct bij de deuren huis van. Oké. Waarom heb je, wat heb je met deze buurt? Wat ik met deze buurt heb. Want die actie om op onze bank te komen zitten, heb je direct gezegd van ik wil hier zitten. Freeman Gron. Wat is die band met deze buurt? Omdat mijn een Freeman en mijn firma een Freeman en ja, mijn geboren of ja, mijn libi, ja, mijn carrière begin. Oh? Nou, ja, mijn carrière begin ja, want als je look in de buurt, de speciaal feit dat ik mijn actie voor Jaso, omdat ik geboren na Abrabarochi Kuliwei, Korda na lik baby, mi kontana mi pajaso na in Nepveestraat, Noveestraat. En dan mi gona scoro jana Joseph Young School. En mi begin singing in Bonifaskerk. Okay. Bonifaskerk in de kerk mi begin singing, dus in akkoord. Voor Joseph Jongens. En want tijdje mi tana in a internaat jaso ook toe. Dus Alasan is mi epsa ja. Freeman Gron. Wat is dit hier, dit stadion eraan? Ja, Bronsplein. Bronsplein met de bronzi. En die mi begin singen in a kerkie. Dan mi ben op een band. Dat is aan mijn tijdje dan als aan na 8 jaar, 9 jaar ting. Dan dem tjene boongen moro na kerkie. Walo wildernis na jugu jugu. De pater tijdje mi takie ongen complain na band voor jou in a kerkie. En dan ook alle zonde kerk ben span. Maar kan je nog één nummer herinneren? Zij besingen naar kerk. Jongen, maar hoe besingen Latijn toch naar Sane? Oké, dus we besingen aan Kotaki. Dominus Fobis cum, et cum spiritu tu. Sursum corda, abemis et dominus. Dat we tamang. Dank u, dank u, dank u. Voor deze mooie morgen. Is dat je dat? Ja. Dus zo, we zijn naar Kamang. En dan in een kerkie. Want ja, je hebt toch een kerkje daar, ja, kermis de confriari. Dus dan meneer Harry Tota, kon ontdek me in een kerkje, want toch een kermis, want ik jong, zomaar aan mij, maar overstem hoe dat bij jou, kerkje djongje en naki. Dus dan meneer Harry Tota, die een contract, eigenlijk als 10-jarige jongen, voetrie op de kermis, en dan met plein naar Calypso Rose, naar King Fighter, Johnny Brave, Benny King, dus Miriam Makeba, dus al die topartiesten. Ik begin te op Jaso. Ik ben op dat weer. Ja, ja. Laten we naar het begin. Weer naar het begin. Terug naar het begin. Ja. Wie zijn je ouders? Mijn ouders. Mijn moeder is de heel mooie vrouw Betsy Louise Burgos. En mijn vader is Edwin Leonhard Welles. Oh, je bent niet erkend? Nee. Oh. Ik heb de naam van mijn moeder. Ik heb mijn moeders naam. Wil je niet erkennen? Nee, ik was een derde kind. En toen was het, ja, de relatie was, ging al niet goed meer. En we zijn bij mijn moeder gebleven, weet je, Isa Pasanego. Ja, ja, ja. En daar ben ik nog steeds heel dankbaar, erkentelijk en heel blij om. En ook dat met Jamie Manning, zeker. Ja. Ja. En hoe was die opvoeding? Die opvoeding was heel streng, want ik zei tegen mijn grandpa, doe vroeging moeten naar mijn pa, ben ik hier komen wonen bij mijn opa. En mijn opa was hoofd van de kerk hier, hoofdkerkmeester, dus heel streng. Migrant Panawaf, de eerste man, zijn kiezen onderscheiding voor paus persoonlijk, pro-ecclesia. Migrant Panawaf kiezen onderscheiding, dus man ben streng. Drie volgens one day moest gaan kerkje. Zondag maand en half zes je wiki, want mina mesdienaar bij gua kerkje. Dan zeven uur mes baka, acht uur mes grote mensen mes, hoog mes.
bij moest het dien. En in een magnang, want je bent een communie. Dus Angri bij Chiru boy. Maar dat is een vrouw, ja, zo, ja, een vrouw is brom brom. Hier aan de over. Dat is zo, mijn grandpa is in safe, sensitive, pot in een collectebus, dat met brokaman. Met brokaman, safe, ik op procesie toch. Dat met bij toezins brom brom. Met bij toezins brom brom, dat met je gado toe. One of me. Is dat niet hoor? Ik moet zeggen. Waar ben je nog meer op school gegaan? Hier, Jozef Jongenschool. Ja. En ik overdrijf niet, ik schep niet op. Ik ben als eerste van deze school geslaagd. Mm-hmm. En daarna ben ik gegaan naar de Monsignor Wilfing School, de Mulo School. Mm-hmm. Daar ben ik ook als eerste van geslaagd. Ben ik naar de middelbare handelsschool gegaan. Mm-hmm. Dus dat dan is Scoro Samiduja. Dus dat naar mijn Scoro carrière. Heb ik ook een computeropleiding gevolgd, ben ik bij de Billiton maatschappij gaan werken. Wow. Ja. Maar broer, die schooltijden toch? Hoe waren die schooltijden? Was je een kwaaie jongen? Boring. Boy. Na de break. Okay. Equipment. Speciaalzaak voor al uw zwaar materieel, onderdelen van alle merken en modellen. Nu uit voorraad leverbaar, hydraulische pompen en onderdelen, swingmotoren en onderdelen, trekkettingen en werkstukken, final drives en onderdelen, maar ook complete machines en overhaalkits. Sprockets, startermotoren, alternators, graafbakken en buckettanden. Weir Equipment heeft ook bushings in verschillende maten en afmetingen, bucketpennen, seals en sealskits, kransen, hoses, gereedschappen, oilcoolers, cilinders. Onderhoud is behoud. Kies voor de specialist. Weir Equipment, David Simonstraat, nummer 131, telefoon 551859, 551860. Verder nog een gezegende dag toe en heel veel liefde, heel veel gezondheid en heel lang leven. Dankjewel. Oh, mag ik een beetje wijn? Nee, je weet toch dat kinderen geen sopje mogen drinken? Ja, meteen. U mag drinken, want die zien alle tieneren kan drinken. En alcohol in zien. Dus kinderen en mensen van mijn leeftijd kunnen deze wijn drinken. Want na zeer. Met en zonder alcohol in verschillende smaken. Zeer. Papa, go drinken, go palm. Mega heer, tori, mega klari, go palm. Daru, daru. Oh, wat kapap. Aben so probleem. Papa, keuren, wagi, paie, montura, la to. En papira, dat is koud, hori, kapap. Oh, hoe verzekerd is boys, ja. Dan heb je dan die man die zei moet doen. Even tappen mijn keur, mijn motorfiets. Bromfiets, wagi, alles aan de keur, dappen. Rijd met 100% zekerheid. Laat de keuring voor je auto over aan een betrouwbare keurmeester. Autokeuringsgarage Evert. Snel en betrouwbaar keurt Evert alle motorrijtuigen. Auto's, pick-ups, maar ook motor- en bromfietsen. Evert, ook voor deskundige onderstelreparaties en complete servicebeurten. Hey, hey, sir, Evert. Evert snelle qua meter, dus afspraken maken is niet nodig. De openingstijden zijn van maandag tot vrijdag, van 8 uur morgens tot 4:30 middags. Evert, Koreastraat, nummer 11 tot en met 13, telefoon 43 58 28 of 89 88 606. Autokeuring garage, Evert. Evert, ano wandering, bapa bol, hinya, true keuring. Het is echt tijd voor een nieuwe. Comfortabel, ruim, heerlijk. Dream.
De service van ProTrade is heel persoonlijk en bij ProTrade vind je kwalitatief en comfortabel meubilair voor elke stijl. Maar ook allerhande spullen om het leven te vergemakkelijken vindt u bij ProTrade. Stap vandaag nog binnen in onze showroom en maak uw keuze. ProTrade. Beautifying your home is our mission. Boegroe. Ik mag je Boegroe noemen. Dat ja, Boegroe, dat is mijn roepnaam, man. Ja, dat proosten. Hey, proost. Ja, op gezondheid, sterkte. Ja, zeker. En liefde. Ja, vooral. Boegroe, kwa jongen, was je kwa jongen op die scholen? Hé, hey, jongen, dus. Ik ben een ogri, een kwaai boy. Dus eigenlijk tap mijn peuterschool naar Abrasé Jozef Meisjesschool. Wanneer moet ik een boy tap meisjesschool? Eh? Ja. Nou, dus morgen boy ben je, maar ik bedoel, is toen had je. Ja. Ja, jongens en meisjesschool. Die hadden maar put me dat bij jongen. Dus eigenlijk ik was op de peuterschool, maar schrijf me af voor score ook bij. Ja, man. Peuterschool was ik al afgeschreven, jongen. Zij doe. Op een nap in een rij. In de rij, dan een meisje met de vest mee, dan mijn opa meisje ja pond op. De man schrijft me af. Direct, de man schrijft me af. Dan de man zegt me, also, man, nou, moet steek over, ik woon daar. Mijn steek over, ja, voor zie een van Wanika straat. Gemeen als weg, item door, also, bijna mijn maflauw. Ja, man, voorjaar. Peuter, voorjaar, toch? Auto's, de man zijn kari, maar. Nee, de man schrijft me af direct, staande voet. De man dacht, meneer Boegroe, je moet weg. Ja, meneer Boegroetje. Ja, je moet weg. Dus dan, de man schrijft me aan, dan mijn longa of zo. Bijna mijn longa. Isabi, dus dat was peuterschool. Hier, Jozef Jongenschool, ook toe. Ik was een goede leerling. Aha. Maar ik was met Tjaraheri scoren aan de gang. En die eisde man dat laatste uur dat we zingen. Dus dan meester op een voet gewoon aan mij doen. Dan eis, aan mij zit ik aan stang eis. Daar, maar hij drinkt een koorwater. Dat laatste uur, dan zing ik gewoon. Dat herklasse doet mee. Ja, dus Jozef Jongenschool en ook op de Mulo School ben ik ook een paar keer afgeschreven. Omdat ik vind dat ik me ben discrimineerd in de blakke boy eigenlijk. Want ik ben altijd eerste van klas. En tegen overlijk eerste dat ik kan gekoiri naar Afobaka, voor de Siralco, naar Mongo. Maar dan aan Jimmy. Ah, a race. Oh. Am I gide wet boy nang a des nesip ching nang a so. En dan kwam je opstand. Dan kwam je opstand. Dus mi nang a matif me da u draaia auto van man op een kop. Am ba wafi wei kever. U draaia tap a dak a kontro wan tor. U draaia man. Am a kontro wan kalaka. Dus dat de man schrijft me af ook toe. Am man tek ala buku. Am man kooi de voet wei hukagrong. En dan maand dat je brada ook kunnen je niet meer gebruiken. En dat was op de Mulo school. En dan schrijf me in een trascoro. Dat pater kon begin nou. Maar kon begin meester naar mijn ouders. Dat mega boy kon toch. Want dat man was een vallig boy leerling. Maar ze hebben bijbel uit het hoofd. En die man was met een pater. Dus dan moest ik in seminarie. Dus pater kon begin ben ik toch op de Wilson school gegaan. En ik ben daar weer als eerste geslaagd. Voor alle Mulo scholen in Nederland. Wow. Toen weer. En zo me overtuigd, zo raman dat ik wel weer, het kan altijd goed komen dat pas scoren. Maar scoren, ik was, ik was geen koekje. Oké, okay, dat was cool. Ja. Waar heb je in Suriname gewerkt? In Suriname, ik ben begonnen bij de Biliton Maatschappij. Dat is direct na handelsschool. Ja, middelbare handelsschool heette het toen, MAS. Toen ik van de middelbare handelsschool kwam, ben ik gelijk naar Biliton gegaan. Ik ben daar direct ook aangenomen. Ja, want ik heel goede cijfers had. Ja.
Dus naar mijn eerste, rokopé. Die boekeren of vrouw? Ik moet zeggen, ik wil niemand tekort doen. Maar ik heb in mijn leven heb ik ja, zeker meerdere vrouwen gehad. Oh, en kinderen. Geen één vrouw? Nee, ik heb er meerdere. En ik zeg het ook, in Nederland op de televisie, overal. Iedereen weet het, staat in alle boeken. Mm-hmm. Ik heb vooral de moeders van mijn kinderen gehouden. Mm-hmm. Ik heb totaal 6 kinderen met 4 vrouwen. Met 4 vrouwen? Ja, ja. En ze hebben allemaal mijn naam. Maar je bent nooit getrouwd? Nee, ze hebben me nooit gevraagd. Ja. Oh, dus ze moesten eerst vragen? Ja, dat is wel helemaal. Hey. Gebeurt raar in... Rustig aan. Maar boegroe. Ja, ze hebben me nooit gevraagd toch? Dus. Oké, dus mensen, als er dames, als er een vrouw is die met boegroe wil trouwen, vraag hem eens hier. Ja. Even actie nou, boegroe. Trouw je direct? Ik zeg direct ja. Ah, ik zeg direct ja. Ja, die vrouw, kijk, je hebt is nu emancipatie, vrouwenemancipatie ja, en zo. Ja. Dus ik denk, travassie, dat ben ik. Anders, weet je. Anders, dus anders. Ik wacht nog steeds dat een vrouw mij vraagt. Ja, en ja. Wil je met me trouwen? In plaats van ik. Is je in dat ja. systeem, hè? En waarom is boegroe geen pater geworden? Waarom, jongen? Dat is wel nou moeilijk, want ik zeg, ik ben hier van Bonifaaskerk. Ja. En toen hebben ze me gevraagd naar de Alfonskerk, mm-hmm. want daar was een seminarie. Dus ik heb hier in het internaat vertoefd en toen ging ik naar de Alfonskerk in een seminarie. Mm-hmm. En het beviel me goed, want ik ken de Bijbel uit het hoofd, ik ken de catechismus uit het hoofd. Dus ik zou priester willen worden, dit is mijn roeping. Mm-hmm. Mijn grootvader zou het ook fantastisch vinden, want Isabella eerste... De eerste zwarte non, dat is mijn tante. Oh. Anseline Burgos, de school hier is naar haar genoemd. Familie, ja, ja, Anseline Burgos school hier zo. Ja, ja, ja. Dat is ook naar haar genoemd. Oh, dus men zou het ook goed vinden als er een pater in de familie was. Dus ik ben in de opleiding geweest. Maar ik had een broer waarmee ik altijd optrek, Hesdy. Dus bijna mijn tweelingbroer. En die trekt met mij op. We gingen vaak uit met de dames en zo. En toen ben ik het seminarie in geweest. En die man kwam elke dag met zijn brommer, met zijn zundap, met de mooiste meisjes achter, jong. En je weet, die zundap heeft een lange baklijt, toch? Ja, ja, ja. En dan zie je die jurken van die dames zo zwieren, een baklijt is schijn door een faya helemaal. Amanda Edgar is opzij en lassie, jongen. Dus die man kwam mee, de man dacht, je moet je niet door de duivel laten verzoeken. Maar in dit geval was het mijn broer. Die man komt elke keer met de mooiste dames van, hey Ed, Lucas en Lassie, jongen. Dus op een gegeven moment begon ik te twijfelen eigenlijk. En ik ben toen bij die pater gegaan. Ik zeg, pater, ik krijg het een beetje moeilijk, jongen. Vooral s'avonds als ik alleen in mijn bed lig. Isabi talk, masma fasi, ik krijg het een beetje moeilijk. Als ik s'avonds in mijn bed lig, die man zegt, jongen, weet je wat je moet doen? Je moet bidden tot de Heilige Geest. Ik zeg, mag ik niet bidden tot moeder Maria? Nou, de Mayaji meent ook. De Mayaji meent ook wel. Ja, nee, dat is... dat is heiligskennis, de Mayaji meent. Boegroe, waar is die liefde voor muziek begonnen? Liefde voor muziek? Mijn moeder zong in het Mariakoor. En mijn moeder was... En mijn vader was Kawina-zanger. Oh. Ik heb... mijn vader nam me altijd mee naar Wintipree. En toen was er ook geen microfoon en monitor. Dus dat is Temus Pompo. Ja, 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 ja. Bijlhout weg. Ja, naar ja, Mokka weg. Tilifo. Ja, 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 ja. Naar mijn vader maar als kleine jongen mee. En dan ging hij zingen Kawina. En dan deed ik mee als kleine jongen dan. 4, 5 jaar deed ik mee met mijn vader. En dat was de liefde voor de muziek. Door mijn moeder. Mijn moeder zong kerkliederen en mijn vader zong Kawina. Dus je begrijpt dat mijn boxina of zo. Aan mijn boxina of zo, dat ook. Wint hij dan een heilige geest in mij? Zwaar. Dus daar is mijn liefde eigenlijk begonnen voor de muziek. Dus thuis is me van huis uit meegegeven. Mm. Broer, maar waarom heb je voor Nederland gekozen? Waarom ben je weggegaan? Waarom heb je Suriname gelaten? Ik heb Suriname niet gelaten. Ik ben, hoe zal ik zeggen, in Suriname heb ik toen eigenlijk mijn plafond bereikt. Mm-hmm. Want in de jaren 70, ja, ik had een band Brotherhood. Mm-hmm. En ik was altijd support act van alle artiesten die in Nederland, die in Suriname kwamen.
Dus ik heb met Brooke Benton, Benny King, Calypso Rose, Les Schleu Schleu en al die Caribische artiesten die naar Suriname kwamen, stond ik in het voorprogramma. Ik heb opgetreden in Ismee van Wilgen Sporthal en daar werd de sporthal afgebroken. De brandweer en de politie moesten erbij, want die mensen waren aan de hekken aan het drukken te Askotufadong. Om dan massaal is mee van welke sporthal binnen te komen. Iemand die nog recensies van heeft, meneer Henk van Vliet, kan je een keertje vragen. Ik was in het voorprogramma van alle bands uit het buitenland. Ik had hier platen, mijn eerste hit en zo. Ik had zoveel concerten. En op een gegeven moment had ik hier mijn top bereikt, want ik wilde een professionele artiest worden. Ik wilde alleen maar muziek maken in mijn leven. En niet daarnaast nog 's morgens naar een baas of zo. En die mogelijkheid had ik dus niet meer in Suriname. Ik had al alles gezien. Ik had overal opgetreden. Dus ik wilde de wijde wereld in. Oké, maar toen ben je naar Nederland gegaan, ja. Toch? Wat heb je daar allemaal bereikt? In Nederland, het is moeilijk om over jezelf te praten. Maar het gekke is... Vanaf Ching, die inspireert me. Ik praat over mezelf. Ik ken die pokus van je helemaal uit het hoofd. Ja. Mijn mabe paai apistelat na plaat. Platok, LP, LP na een single. Disco Amigo, ik maak geen reclame voor Disco Amigo, maar Disco Amigo ben ik op aan. Zodra je een jongen van je kon, was het thuis bij ons. Dat we draaien kron, staat dat je mijn magua foto. Dat we draaien kron, wat zijn grote was. Dus je mag over jezelf praten. Nou, misreven, mijn koloko boy, je zal ook zien, ik ben een... ik ben een gelukkige, ik ben een happy man. Ja. Dus ik ging in 1975 naar Nederland. Mm-hmm. Dan de man voor Happy Boys. Actie met dat ik was zing in Happy Boys. Dan met hij helemaal no. Omdat ik op een zanger ba, Lieve Hugo, de Ina Band. Boys, ja. Ja, Lieve Hugo, de Ina Band. En te midden in een band, dan wil ik eigenlijk me 100% geven als zanger. Maar als drie voorzanger die naar band, dan moet man je 100%. Mm-hmm. Weet je? En de man kon actie met twee, drie lezen, met de man no, want ik zou een computerstudie afmaken waar ik hiermee begonnen was. Mm-hmm. Dus ik ben studeren. En ik ben ook in Atoso, ook op de administratie in het Wilhelmina gasthuis. Ik heb ook daar een opleiding gevolgd. De man kon tegen me aan toe lezen. En op een gegeven moment. Zou Suriname onafhankelijk worden in 1975. En ze hadden een grote tour voorbereid met Lieve Hugo. En 15 november, Lieve Hugo deed het. Dus dan man kon naar Miba gaan, dat boegeru. Want ik kon september, ja. Dan november, de man met die gasten naar Baga naar Happy Boys. Met de man, no, ik kan het niet dragen, want Lieve Hugo is eigenlijk veel te groot. En man, nee, voor mij, naar mijn familie. Dus Bakari me plein aan een band voor mijn brotherhood, ja zo, en we hebben heel veel successen. Ben ik naar Nederland gegaan in september. En 25 november, Suriname onafhankelijk, zou onafhankelijk worden. Lieve Hugo zou met Happy Boys naar Suriname komen. Maar zit wel een tour bij Oefen Alatori. Dat man go dede, 15 november, Lieve Hugo dede. Dan man kon naar Mibaga voor de tweede keer, dat jong boegeroe. Ik wil tegen mijn prezi. Dan moet ik accepteren dat ik soort prezi. In een kiezi of op het podium. En voor wat heb je gekozen? Op het podium. Wat heb je bereikt? Nou, dus dan moet ik beginnen aan Happy Boys. En ik was, Happy Boys. Alleen een biggie man en zo. De mama pijp over. Happy Boys, jongen. Akuba. Ja. Isabi Langabere, Isabi Punta Wani Kirme, Isabi Dogger. Ik ben gewoon een poko toe, een krontobong. Ja, dan later de Mekong. Ja. Dus die Migo in een band, nou, dan ben ik een man voor 19, 20 jaar, of 20 jaar, zo, Migo in een band, Isabi Dog, me loop altijd tegen hem op. Mm-hmm. Nou, midden in Happy Boys. Mm-hmm. En Happy Boys moest gwassen, nou. Dan maak ik jongen, me dacht, nou. Ik kan het niet dragen om zo snel in 2-3 maanden weer terug naar Suriname te gaan. En ik kan Lieve Hugo niet vervangen, want allemaal onvervangbaar.
nanga ama stel nanga a ama ek nanga sama bedu maar mi ami egi stel maar dat moet dan weer groeien rijpen in een bestaande setting dus op een gegeven moment mi begin draaien nanga Happy Boys en dan mi kon nanga mi fianti de na de Rosé mi mooi heeft mi no mooi next maar bam hit in Suriname heersen nang allemang alle bente playen mang allemaal een schaaf fluit naar gaan samen brong, want Isabi dus dat grote hit. Ik is een briefje voor minister Bruma, dat ik mijn mag kassen nang, want de man vindt dat ik mijn kot oude jam mang, want zo alle een poek of mijn mij verbieden voor mijn kassen nang. Dus ik is een briefje voor minister Bruma, dat ik jong in een mag kon als nang, want een poek naar die Jimmy kot oude en zo. Dus daar nu, als een beetje kreeg, alles maar want dat ik jong in mijn moest kassen nang. Oké. Dus dat bij de eerste hit, ik kon naar Libisman en Dagu, dan ik kon naar een paraman krijgen, een bon item door een paraman voor mij. Ja man, de man wacht in Sandra, de paraman, dat boy zei, zing op een kara paraman, wat chiri boy is dat. Ik zie voor de koron, man, ga koron, de man kan koron, dat ben ik over, de man kon kap me naar sfeer. Ja, het was dus, ik heb altijd heftige tijden als ik in Suriname ben. Maar dat waren gewoon super hits. Mi fianti de na de Rosé, Libisman nga Dagu, nga Kronto, nga Paraman, kre ino bong. Wat je net zei. Heb je momenten gehad toch? Pe je terug naar Suriname ook. Warren. Na de break. Oké. Equipment. Vooral uw zwaar materieel, onderdelen van alle merken en modellen. Nu uit voorraad leverbaar, hydraulische pompen en onderdelen, swingmotoren en onderdelen, trekkettingen en werkstukken, final drives en onderdelen, maar ook complete machines en overhaulkits. Sprockets, startermotoren, alternators, graafbakken en buckettanden. Weir Equipment heeft ook bushings in verschillende maten en afmetingen, bucketpennen, seals en sealskits, kransen, hoses, gereedschappen, oilcoolers, cilinders. Onderhoud is behoud. Kies voor de specialist. Weir Equipment, David Simonstraat, nummer 131, telefoon 551859, 551860. Verder nog een gezegende dag toe en heel veel liefde, heel veel gezondheid en heel lang leven. Dankjewel. Oh, mag ik een beetje weg? Nee, je weet toch dat kinderen geen sopje mogen drinken? Ja, Michi, u mag drinken, want die zien alle tineren kan drinken en alcohol in zien. Dus kinderen en mensen van mijn leeftijd kunnen deze wijn drinken. Want na CCR met en zonder alcohol in verschillende smaken. CCR. Papa go drinken go palm. Mega hair story mega klaar ik ben. Daru. Oh wat kapot. Ah ben zo probleem. Papa keur. Pa je monteur la story. Geen papira. Dat is koud hoor ik ben. Oh verzekerd boys ja. Dan heb je dan die man die zei moet doen. Even tappen mijn keur, mijn motorfiets. Bromfiets, wadji, alles aan de keur tappen. Rijd met 100% zekerheid. Laat de keuring voor uw auto over aan een betrouwbare keurmeester. Autokeuringsgarage Evert. Snel en betrouwbaar keurt Evert alle motorrijtuigen. Auto's, pick-ups, maar ook motor- en bromfietsen. Evert, ook voor deskundige onderstelreparaties en complete servicebeurten. Hey, hey, sir, Evert. Evert snelle qua meter, dus afspraken maken is niet nodig. De openingstijden zijn van maandag tot vrijdag, van 8 uur morgens tot 3:30 middags. Evert,
Koreastraat, nummer 11 tot en met 13, telefoon 43 58 28 of 89 88 606. Autokeuring garage, Evert. Evert, anno wandering. Bappa bol, hinya. Trutrukeuring. Het is echt tijd voor een nieuwe. Comfortabel, ruim, heerlijk. De service van ProTrade is heel persoonlijk en bij ProTrade vind je kwalitatief en comfortabel meubilair voor elke stijl. Maar ook allerhande spullen om het leven te vergemakkelijken vindt u bij ProTrade. Stap vandaag nog binnen in onze showroom en maak uw keuze. ProTrade. Beautifying your home is our mission. Alles gebeurt in. Heb je die momenten gekend? Ik zit in de mogelijkheid dat ik altijd naar Suriname terug kan. Maar bedoel je om te vestigen? Dus je bent naar Nederland gegaan. Ja. Maar dat is af te door het dapje toch? Mm-hmm. Want je bent hier geboren. Oh, dat, ja. Toch? Ik ben naar Nederland gegaan. Mm-hmm. Heb je die momenten gehad van ik wil. Holland is niet voor mij. Akoro. Jammer genoeg. Wie is van Koro? Meester die bangen sosching altijd. Serieus? Ah, dus mina last van Koro. Mij nooit meer een bosroka onder de zee, nog zo'n koud trui. Nooit in een koud, in een patte koud. No. Is je dat als ten? Uh-huh. Altijd als ten de. Ja, misschien om je op. Misschien 10 dagen bij mijn camera. Toen de lees one day, als ten de gewoon. Omdat mij. Ik ben een kouna man toch? Ja. En letterlijk en figuurlijk niet vanaf komen wijnen. Dat ben ik een kouna toch? Ja. Is dat wie? Kouna. Kouna en mijn grandma naar koroni. Dus ik ben een kouna mok van een koroni. Is dat wie toch? Dus. Toch de koroni man bij jou voor je? Toch de koroni man voor mij. Ja, maar ik heb een moment voor kona zijn lang. Omdat ik wil nog zoveel doen. En Europa ligt nog steeds aan mijn voeten. Turkije, actie met Spanje, actie met Frankrijk, actie met Duitsland, België. Overal ben ik. Heb ik een kleine naam, ja. Ik heb nog zoveel te doen, jongen. Waar is Travassie begonnen? Travassie is begonnen in Amsterdam Zuidoost, in de Bijlmer. Mm-hmm. Dus bakken die Happy Boys Broco, was ik heel erg teleurgesteld. Omdat ik Happy Boys wilde voortstuwen. Ik wilde Happy Boys tot een super, super Surinaamse kaseko band maken. Maar helaas, toen kwam meneer Brandon te overlijden, die was de leider van de band. En hij zat een echte leider, dat allemaal want playbassie. En toen begon de band een beetje te versplinteren, wat ik heel jammer vond. Dat band ging versplinteren, trama ging doen die strama ging doen dat. En daar iemand tegen mij openlijk dat ik de man een brokken band. En ik ben niet iemand dus die eigenlijk desastreus bezig ben. Dus die helemaal lag uit dat bepaalde man dat ik we brokken Happy Boys. Mm-hmm. Dat is mijn motto. En toen heeft Harold Biervliet en zijn broer Iwan Biervliet, die ook een Happy Boys speelde, die man kon met dat boegeroe, ook aan doen aan zo'n zand samen. Dus toen ben ik met hun begonnen in 1981 met Travassie. Dus Amsterdam Zuidoost. Ja. Oh. En. Sorry hoor, maar ik griep. Je was populair, of je bent nog steeds populair, sorry. No, no. Hoe ga je met die populariteit om? Ik kan er mee heel erg goed mee omgaan. Mm-hmm. Jullie zien mij ook in het dagelijks leven.
En ik ben niet alleen maar populair dus in Suriname, maar zoals ik zeg, ook in Europa en Nederland. Want als ik in Turkije bijvoorbeeld op straat loop, dan zeggen die mensen van, hé, hey, Travassi of dit of zo, weet je. Of er hangt een billboard van mij. Of we zijn laatst nog naar Rusland en Litouwen, Letland geweest voor optredens. Dus ik heb een zekere bekendheid. Mm-hmm. Ja, ze zeggen dat ik beroemd ben, maar ik heb een zekere bekendheid. Maar ik ga er normaal mee om. Ik loop nooit naast mijn schoenen. Gewoon niet kan gaan naar wakabaka woyo, mijn bodyguard van Odo, mijn abnormaal van Odo, omdat mij naar mijn schrijven en mij heb altijd één op één contact met Alasma. Mijn op woordvoerder, mijn op manager, mij doe alle mis aan schrijven. En ik kijk naar Michael Jackson, die was zo populair en zo geweldig, maar hij kon niet zijn eigen plaat gaan kopen in de winkel. Weet je, hij kon niet een ijsje of een soft gaan halen. Maar dat niemand, me go gewoon, me go Albert Kuip op de money, me go in one dansie, me go in one discotheek, me go altijd. Dus ik ga met mijn bekendheid en mijn populariteit ga ik heel netjes en normaal om, want ik wil mezelf blijven. Ja, Boeboeru, ja. Bestaat Travassi nog? Ja, Oedenono, ik weet niet wanneer je uitzendt, maar we hebben nu een tour in Suriname, Oruyari Tour, we hebben de Pagara Estafette gedaan, we hebben heel veel bedrijven gedaan, hier Staatsolie en Torarica. Dus Travassi bestaat nog steeds. Travassi bestaat dit jaar, 33 jaar. 33 jaar. 33 jaar. Het is een mensenleven en ik ben ontzettend trots op. Ja. Met Breedik Valk. Maar dat zijn man die je naar bent. Nee. Ik heb, je kan zeggen, het is nu een soort Travassi 3.0. 3.0. Ja, dat was 3.0. Dus ik heb om de 10 jaar zo aan Touma Igwe. Ja, ja. Wegens, hoe zal ik het zeggen? Soms denken de mensen aan de overkant is het grasgroener. Ja, ja. Maar tegen de man go uit dat bent, daar hoor je ook niks meer van ze, weet je. Vaker. Ja, ja. Maar dat heb je vaak gehad. Heb ik vaker gehad. Mm-hmm. Maar ik zeg, jongen, wie is dat Robin Hood of wie is dat Ajax? Wie is Souma Igwe? Robin Hood de Tang, even Leo Victor, even Transi of Ajax. De man Igwe, maar. Mm-hmm. Asiel, a kader, een tang. Kun je zeggen dat Boeboeru de Asiel is? In zekere zin wel. En aan een jaf, aan een opschepperij, maar ik was de medeoprichter. En als ik er ben, is het publiek dan opgelucht. Mm-hmm. Dat, hé, hey, Boeboeru door er. Weet je? Mm-hmm. Dus ik denk dat, en ik ben ook, in die jaren heb ik ook vele van de liedjes geschreven. Ik heb de stijl van de band bepaald, de richting van de band heb ik bepaald, de aankleding van de band. Met Mick de Man weer Krosi, met Sorgo, je weer Dizzy of je weer Dati. Ja. Dus ik heb eigenlijk de hele entourage, het Travassi gebeuren, ik heb ook de naam verzonnen. Omdat allemaal naar boys, naar star, naar master, naar king, naar... Je bent gewoon anders. Ja, anders Travassi. Travassi? Ja, Travassi. Wanneer komt Travassi met een nieuwe hit? Ik ben bezig. Dit jaar, we zijn nu al in 2014, dan nog kreeg ik twee jaar van de. Ik heb me eigenlijk, de hele tijd heb ik mij bezonnen over soort richting we go, zou we doen, verwissels, maar sommige keer is de hele band opgestapt en zo. En, maar ik heb verplichtingen en die ben ik gewoon nagekomen. En nu ben ik weer in de positie. In de riante positie dat ik zoveel nummers geschreven heb. Rust even op, we komen. Oké. En het alles gebeurt in. Hey Boeboeru, waarbij. Nieuwe hit. Ja. Mm-hmm. Nou, ik heb verschillende hitjes heb ik ook in Nederland en Europa. Ik heb. Laatst nog met een Hollandse band Sidekick heb ik nummer Hela Hela opgenomen dat direct na carnaval weer een hit moet worden. En ik werk dus nu aan een nieuwe album met Travassi. En de nummers zijn al verzameld, dus er moet alleen nog maar opgenomen worden. Maar mino want ik wan poku fu apwanyu poku, temete kwam poku dan moet het wat doen, zowel in Suriname. Op de Antillen, waar ik ook ontzettend populair ben, waar de band ontzettend populair is. En in Europa moet het wat doen. Dus in Suguamo, een fase dat wel. Alles helemaal. Of je kon een kasseko, dat ze nou een loba man, dat Hollande man, een man danst, dat een man Antillianen, een man danst. Dus ik altijd wat ik geef,
trafassie eigenlijk voel. Dus daarom. Maar dit jaar komt er een stevig album uit. Stevige album. Boekeroep. Maar toen heb je gesproken over Bruma, van je naar Suriname komen, heeft een brief voor je geschreven. Maar toen had je regering Boutersen. Ja. Toch? Ja. Nee, bezig om mensen die Boutertakje roken, dan die ze dan dat die. Ja. Waarom heb je gekozen om pas tijdens die vorige regering, dus frontregering, naar Suriname te komen? Mocht je niet komen of was je bang om te komen? Nee. Boekeman, man of vrede man toch? Isabi, man of vrede. Nee, ik kom man. Tijdens Boutergering? Ja, ik was hier in 1984. Heb je gezongen hier? Ja, door Philip Televasie heeft toen voor het eerst file gezorgd in Suriname. Mm. Dat de mogen vanaf Paleis, Botena Leonsberg. Want toen ben je nu Amsterdam. Traman Schwen Kota Libabra. Ai, met ik. Traman Wakaja, de man te ver. Want ver, maar Abra, Waka, wat ik haar Marien, via Marienburg. Anzu, Waka go naar nu Amsterdam. Ja, 1984 ben ik hier geweest. En je hebt het nummer ook gezongen? Ja, ik zing altijd mijn nummers. Omdat ik sta altijd achter wat ik zing. Ik sta altijd, want alle poko nou, chief me. Mischrijven en mimikken, mi creëren. En minawan kotaki, minawan troubadour. Nou, mensen en waka loontu voor verteer en boskop. Oké. Isabi? Dus dat na sami e do. Me verteer en boskop, maar dat is mijn laf voor deze mannen. Maar later is mijn stak, hé. Als aan zijn mensen leg uit, jongen. Het blijkt te kloppen, het blijkt te roken, te werken. Maar ben je de president? Hij is nu president. Ja. Ben je hem al tegengekomen? Nee, ik ben hem nog in deze hoedanigheid ben ik hem nog niet tegengekomen. Maar in het verleden wel. Ja, maar ik aan hem. In het verleden, ja, zeker. Oh. Maar ik ben niet iemand die gaat polariseren. Ik maak muziek, dus ik moet eigenlijk boven alle partijen moeten kunnen zien. Maar meer dan zo toe. Was het op het talk, was het Isabi, was het team. Met vrije loop toe toch? Met vrije loop toe, was het op het. Dus met vrije loop toe en mijn moeder alles aan onder controle. Isabi, me, Jusani, dan met Jumpchin, Wampchin prik, met Jamant, Wampchin prik, maar alleen maar om mensen wakker te houden. Ik heb een boodschap te vertellen. En me verteer mijn boskopu en allemaal kan pota boskopu fawani. Maar Boeguru heeft gezegd, Boeguru taki, met Jimmy Boskopu. Ja, Boeguru, Jimmy Boskopu. Maar van waar kreeg je die inspiratie om? Want soms de architect Fibon zijn altijd gedekt hoor. Ja. Er schuilt altijd achter een verhaal die verhaal, een lekker verhaaltje ja. Voor die vrouwen. Ja, weet je? Ook voor mannen. Ook voor mannen, weet je? Tjubloem, kleine wasjes, grote wasjes. Is dat je toch van waar die inspiratie? Mijn inspiratie is eigenlijk. Je moet kijken naar eigenlijk, ik ben geboren in de tijd van toen de Amerikanen nog in Suriname waren, Bakka-oorlog. En de tijd van de Calypsonians, King Faita, Lord Creator, Mighty Sparrow. En een Calypsonian, net als wat ik zeg, vertelt een verhaal. Ik vertel een verhaal en dan mag jij je eigen versie van maken. Met jouw voorzet. Bij Jungolayabal. Want Boegur net ook openlijk fazande. Ja. Maar Boegur heeft wat niet op een passie. Ja. Dat is door een kruising. Loop het van me gewoon links, rechts, lang. No manga look to that. Ja. Is abi dus. Ja. Dus met veel liedjes. Want die met de ching, dat is misschien een poko voor een. Voor Mighty Sparrow of voor mij Lord Kitchener. Dat amai zingen een. Sell die pussy, cat. Ja. Daarom heb ik een poko schuin. Maar poko nog schuin, want. Maar ik zing het ook. Niet op een vrouw. Een vrouw die naar ons zo. Daar vrouw kwijt een beetje pussy. Dan mi euroko, dan maf bijna ja pussy herde. Tja, vrouw, serra pussy. Is je maar dat gaan mensen schuin denken? Maar is je dat naast aan? Maar je hebt nog iets. Dus mi. Dus je schrijft ook uit ervaring. Uit ervaring. Ja, want ik schrijf van poko. En if mi arka poko dat die, dan misschien ik nou wat ervaring. Oh baby, you can't be my wife. Ja. Your husband. Your husband wanna juke me with a knife. Ja, maar is waar. Ja, maar dat die dus mi. Eigenlijk, ik moest al 6 keer dood zijn. Hè? Ja. Vrouwen?
Nee. Gewoon in het hele leven. Aha. Ik ben geboren Wallis, maar ik ben de receptie lees ik ba. Aha. Omdat ik al heel veel keren heeft men geprobeerd. Aha. Om wat ik doe, om er een stop aan te brengen. Oh. En dat kan op een misschien normale manier, dat kan op een gruwelijke manier. Maar dat liedje, Baby You Can Be My Wife, dat heb ik op een vriendin, een verkering. Uh-huh. En dan, het klinkt wel gek natuurlijk. Dan ben ik lang op bezoek. Dat is mijn bel met dat boy, met brokken mijn voeten. Mijn voeten de ingips, ik kan kijken mee. Dan je berekent dat je, oh, ik ben niet zo'n keiharde man, ik zal wel even op bezoek gaan. Ik ga, ik rij, ik kom een bosje bloemen. Ik ben op bezoek bij haar gegaan. Uh-huh. En ze lag in de slaapkamer. En ze, bijna als mij dwingen niet. Mocht die begroet, stop dat weer. En het alles gebeurt in... Hey, Boguru. Ja. Be my wife. Ja. Dus ik heb een bosje bloemen. Ja, maar een verkering daar. Verkering bel me dat jongen, mijn voet brokken. Ik kan kijken mee. En mee als charmante, elegante man zijnde. Mij rijdt ik een bosje bloemen. Dan ga ik naar een verkering. Dan ik krijg mijn trap. Als man nodig uit mijn gas zodra. Als man don't op een voet, op een baby. Lange voeten zo mooi in gips. Dan mijn pleier voet, mijn pot, mijn hand tegen in dat voet ook toe. Pot mijn voet dan gewoon, mijn pot mijn hand tegen en gewoon stijf dat voet toe. Maar dan, als mij, hij dwingt eigenlijk om, ja, met haar te slapen voor mijn dom tjense. Maar, is dat mijn jeje, maar ook aan jeje, vier het ook aan. Dan moet ik normaal, zijn die vrouwen aan voet toe, zijn ze precies. Dus meer. Met dat niet hoor, asma. Maar met dat domtje is een man puri krozi. Met dat no spang. Kom wel. Isabi. Maar ik voelde me dus niet zo lekker omdat me, de antenne van me, de full horrors me naar Beroko zo. En op een gegeven moment, we deden een tori in asma. Dan meer een omtje winti wai eigenlijk. Maar volgens mij, de feesten ben tapu. Maar dan zie je dat ding voor de kaars aan. Voor de lamellen toch? Voor de lamellen zeg ik eventjes. Dan denk ik dat jongen, is de raam open? Zeg ja, ik had de raam open gezet, want het was warm. Maar dan, met de vier boom eigenlijk. Ja, het is dom, we plegen een kuif, we plegen een kuif even. Dan moet je er dan zeker bij gaan. Item lukken jongen. Jongen, is een Nike, maat 47. Mis je one Nike maat 47 in een venster? Hey. Maar dan, toen ik een presie, me lukt altijd pan nood uitgang dit ook. Mis ik me, toen ik item gewoon presie, me lukt altijd pa toilet door de, nanga pan nood uitgang de. Dus me go dan, item ja foto jong, item ja foto, zo'n beetje foto. Als je lekker maar boven zo'n beam bij jong. Maar so, wat is dit? Zombie! Maat 47. Ah, 47 Nike! In een venster. Maar dan moet ik jumpen. Lek van kon een trap uit ook. Ik zag een chimboy, mijn kleine leunen in de grond ook. Lek van tekenfilm. Mijn klei. En once ik probeer eerst, dat mogen jullie van me aannemen. Item ik go, ik probeer adoren, luk of adoren, tapu ei opo. Dus adoren ben de links draaien. Dus heeft mijn mens inspect adoro. Ik ben fire. Want item gelijk aan de rap ook al grong. If je draait adoro, dan is je schroot in toch. Aha. Maar met sabamatik ba, dan draait adoro opo, dan sa. Dan out of mijn afstandsbediening, dan mijn druk dat doro opo. Dan ga ik naar auto. Dan mijn lonko naar mijn bakken naar mijn nefi. Dan mijn jukup sa in een yasumi, zo in mijn oksel. Jukup sa. Dan ga ik naar auto. Wegwezen. Nooit meer. Ai. Wegwezen. Maar ik heb adrenaline toch. Dan ik rij uit apresie. Dan ik door de snelweg. Dan ik voet een baby. Mijn man gaat smoren. Ai. Dus dan. Asan tegen me. Asan. Kozaka. Mijn bel om te zeggen. Hey, contact me. Dus eigenlijk de maatregel. Maar het kloof
kloevoatori eigenlijk, ja, ik heb voor u uit de tong zie, maar kloevoatori, het dame had er eigenlijk geen schuld aan, maar tapafeest ben ik niet, Adama, en ben ik een vriendin. Maar die vriendin vond me leuk, maar ik heb niet voor haar gekozen. Ik kies voor het trouwen. Dat is mijn confesseur. Dat ik, jongen, weet je wie bij me komt straks? Boeguru komt bij me. Oh, dan, als ik bel, ex-mazara voor. Als ik boy, boeguru ook ondappe. En ik zeg, boeguru na amana. Ik zeg, amate rokanga. Drone amate rokotok. Amata. Ik zeg, ik. Dus dan, als ik bel. Een ex-masra voor Asma, dat boeger is op bezoek. Maar dat is mijn tak onderin. Dat ik, oh, ik kom om 8 uur, dat is mijn leggen, dat is mijn zit. Of ex-vriendin, of vriendin van een ex-masra, zit een val, die me eigenlijk. Maar dat wakker. Anowaka. Maar misschien boom. Ja, wie die boy op pete? Op pete, boy. Wat daartoe? Eigenlijk ben ik maar voor de term geheim, maar alle munde me wasi. Alle munde me wasi. Oh, in Holland? Ja. Oh, dat past. Ja, mami kerbasi, mami blauw, mami zeven geest, mami Florida water. Maar wansa mi vind jammer dat Florida water, ik kon plastic water aan nodig. Wat tapu. Eigenlijk nog een door, want ik lang het door. We moeten stoppen, zie dat de regisseur al wenk. Wenk, nou, maar ik wil nog een paar dingen vertellen eventjes. Aha. Kan nog? Ja, regisseur mag. Ja, je moet even knippen. Ja. Mij want ik ben vallig trots. Dat ik dit jaar zo in zijn naam. En mij lijkt zijn naam boy. Mij gaan naar van tegen. Mij gaan in Nederland 1975. En ik ben in april ben ik onderscheiden door de koningin. Wow. In Nederland, ja. Daarom mij weer een man. Oh, daarom. Mij weer een man. Want de man dat je mag alleen op speciale gelegenheden. En ik vind dat mijn bankstel een speciale gelegenheid. Dankjewel. Dus mijn ridder in Nederland. Ik heb Chinese namboy zijn motto in Holland. Mijn ridder. En ook toe, ik ben onderscheiden in Suriname. Wow. Dat is in 2002. Ben ik ook onderscheiden ridder in de orde van de Palm of Gele Ster. Mijn onderscheid in zijn naam. En volgens mij ben ik een uniek man. Want ik ben ook onderscheiden op de Antillen. Wow. Dus mijn naam man zijn, mijn abi, mijn onderscheiding, ja. Sernang. Mensen thuis, applaudisseren, ja, trots op deze man. Ja, dus mijn drie maal ridder. En wie soort konden met drie op, lijkt Sernang man. Want altijd mijn Sernang vragen aan mij, ja. Is dat papa vragen aan mij. Is dat altijd? Waar is het trots? Look. Is dat toch? Ja, is trots. Ja, man. Op zijn land. Ja. Dus Alakondre, ik ben laatst in Litouwen geweest. Mm-hmm. En we hebben daar 25.000 mensen geëntertained. Ja. Naar Russia, Litouwen, Letland. En ze hebben gezegd, volgend jaar kom je terug, dan maken we jouw ereburger. Wauw. Lekker naman. Dus daarom wil ik dit stukje nog zeggen. Mensen, allemaal bedankt. Alakondre naman, ik weet dat vanaf Chimboye bij de plaat. Allemaal die power me, zowel in Sernang, in Nederland, Tap Antillen en in heel Europa. Mina wan trotse man, me vier schwiti, mina wan Sernamang, me liba Holland, ja. Maar me adem Sernang. Ja? Zo. En alle munde me wasi. Ja. Oké. Okay. Goed wel. Wahita komt met de geschenkjes. En onhoef je bankstel. Ja? We waarderen jou ook. Oké dan. Je krijgt van ons, alvast van onze hoofdsponsor, dat is Telezuur, krijg je 50 SRD beltegoed. Hey, jongen, ja. Jongen, net niet lijden, jongen. Ja, dat je live morgen. Je krijgt okay. Van Pro3, krijg je... Hey, 50, is dat... Oh, 10, ja, 10, 30, 10, 10, 10, oh, is okay. 50. Zondag, jongen, maar spotten, boy. Boy, zomaar die slag. Krijg je waardebon van $100. Oh. En dat is Pro3, dus je mag daar gaan shoppen, daar aan de Quattaweg. Wat voor bedrijf is dat? Zijn mijn serie? Ze verkopen meubels, bankstellen. Maar waar moet je dat bankstel alles op Sandy. Ze hebben meerdere spullen daar. Meerdere spullen mag je daar gaan kopen. Oké. Krijg je Trans American, krijg je deze heerlijke Cerecer wijn. Vruchtenwijn. Geweldig. En aangezien je loopt dames, krijg je van Love and Kisses deze heerlijke parfum. Geweldig. Wat is dat parfum, Dizzy? Ah.
moet je zo wegstoten. Echt nou? Ja. Maar bedankt, man. Voorzichtig. Nou, maar voeren. Maar bedankt, man, direct, man. Want ik was aan mijn man, ik was moe, dan ben je was nou. Ja. Dan. Wanneer heb ik je was nou? Problemen straks hebben. Echt nou? Ja. Ga kijken of het op deze dames ook werkt. Giel begint al te kijken in de spuiter, dan Giel heb ik Giel ook. Spuiten. Juist, ja. Hallo, hoi. Ja. Giel, rustig. Rustig. Jongen. Ja. En van ja. Tappa bankstel, hey. Dit mooi truitje. Kijk die wasmachine hier. Hey. Ai, boy. Je langer stijl dus. Ja, mijn stijl, mijn atiman, ja. Hey, te gek, man. En dit is gesponsord, of trouwens, dit is gedrukt door iPrint. Ja? Mooi cadeau, man. Beter kan het niet. Ja, je mag die mensen even wezen achter. Ja. iPrint. Je mag knappen, hoor. Ja, je mag knappen. Mag knappen, hoor. Oké. Ja. Is dat mijn stijl? Is dat het ook? Boeger styling. Kijk, je ziet, eerst volgende. Show optreden. In Wera, man. Ja. Is volgende show in Wera Treudici. Toppie. Dit is onze waardering naar jou toe. Geweldig. Nou, ik ben vereerd. Ja. Oi. Boekroer, zijn we nog niet klaar, want je krijgt van Soul Food je lievelingsgerecht. Ai. Toch, je lievelingsgerecht en dat is... Wat was je lievelingsgerecht weer? Oh jee. Ja. Met oker. Ai. Ja. Gerpesi. Met kip, met entrois, oker. En het is van Soul Food. Geweldig. Dat is jullie lievelingsgerecht. Zo, Boekroe, jij mag alvast. Je mag niet aan die rekenen? Ja. Kaperen, dan ga ik afsluiten. Hey man, oké. Hey, bedankt. Ja. Oké. Ja? Dat was het voor deze keer. Jullie hebben het allemaal gehoord van Edgar Boekroe Burgos. Yeah. En ik vind het een eer om naast hem te zitten, want vanaf Chimboy Ting, ben ik een fan van Mandisi. Oh, mooi te horen. En vandaag zit ik naast hem, hij is geridderd. En dan maar weer eens, alle de ridder. Speciaal gita van bankstel, dat voel ik me trots toch. Dat ik mijn oorhoef en mijn fans door CV Boekroe Burgos. We gaan het lekker afsluiten, Boekroe. Dit is de camera. Zijn jullie ready? Ja. Zing een tata darantang, ja? 1, 2, 3, vinger in die middelste camera. Ja, daar. 1, 2, 3. Tata darantang. Tata. Tenen. Ta. Tenen. Tata. Hé, maar het gaat parfum meer op het op maas, maar lang. Want op als mama is hij. Hé, is dat mijn bras aan mij toch? Ja. Tjoko! No, mami! Zwaar materieel, onderdelen van alle merken en modellen. Nu uit voorraad leverbaar, hydraulische pompen en onderdelen, swingmotoren en onderdelen, trekkettingen en werkstukken, final drives en onderdelen,
maar ook complete machines en overhaalkits. Sprockets, startermotoren, alternators, graafbakken en buckettanden. Weir Equipment heeft ook bushings in verschillende maten en afmetingen, bucketpennen, seals en sealskits, kransen, hoses, gereedschappen, oilcoolers, cilinders. Onderhoud is behoud. Kies voor de specialist. Weir Equipment, David Simonstraat, nummer 131, telefoon 551859, 551860.